In de eerste plaats, we zijn de Hogeschool Universiteit Brussel. En wij proberen ons erg te engageren voor duurzaamheid. Binnen de faculteit Economie en Management hebben wij ook een team dat rond duurzaamheid werkt. We hebben een duurzaamheidscoördinator. Proberen wij echt actief te werken aan integratie van duurzaamheid in onze instelling. En heel belangrijk daarbij zijn studenten en natuurlijk ook personeel. Met de stad hebben wij echt gezorgd voor sensibiliseringsacties naar studenten. Omdat wij doen een heleboel dingen in ons onderwijs en in ons onderzoek. Maar communicatie is ook erg belangrijk. Dus wij willen proberen om die studenten ook echt te sensibiliseren. En daarom hadden wij voorgesteld om samen met Stad Brussel echt te werken aan sensibiliseringsacties. Dus wat hebben wij gedaan? 6 thema's eigenlijk opgesteld, zodat we elke maand rond een thema konden werken. En we hadden daar bijvoorbeeld sociale integratie. We hebben duurzaamheidsrapportering, wat wij vandaag hier gedaan hebben. Een week van de duurzame voeding, een week van de gezondheid. Dus al die zaken hebben wij proberen te realiseren dan samen met jullie en ook altijd met een Brusselse partner. Dat was erg belangrijk, want wij zitten hier in Brussel, maar wij willen de samenwerking met Brussel nog versterken en dan zeker in het kader van duurzaamheid ook. Als je bijvoorbeeld kijkt naar vandaag, dan heb ik al van veel mensen gehoord dat de reacties heel erg positief zijn. Door dat thema echt in de aandacht te brengen, op een heel actieve manier, hebben de mensen er ook meer voeding mee. Duurzaamheid is soms voor mensen een moeilijk thema. Ze weten niet exact wat betekent dat, wat betekent dat voor mij. En door te sensibiliseren, komt dat eigenlijk dichter bij de mensen te staan. En dan horen wij ook wel dat dat aanslaagt.